Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door de volgende bedrijven. De Veespecialist, Claire's, Oetelaars Webshop, Kitschy Things. Eerder zagen we de Tony Lezenwald tijdens de zwarte politietest. Zo, heren. Hebben wij gedronken? Nee. Iets anders misschien. Northern Light G. Nee. Hij. Niet hij. Oké, mag ik de autopapieren even alsjeblieft? En rijbewijs. Mag ik even het voertuig verlaten? Benno, even het voertuig verlaten. Nu! Die gast is fucking dom, G. Papieren zijn in orde. Zou ik graag nog even achter in de kofferbak willen kijken? Waarom? Om daarom. Wat doe jij nou? Ik kijk eventjes of ik illegale spullen vind, meneer. Je gaat er niks vinden, gappie. Hey, jij moet heel eventjes je mond houden. Wat ga je doen dan? Ja, 2431 van Deurzeer voor de centrale, over. Hey, Sandra, hey, wat leuk, zit jij? Ja, zit jij op de centrale, wat leuk. Hey, Sandra, zou je even mij eens kunnen nachecken? Ja, even kijken, ik heb hier een meneer Kruik. Tony Kruik, hè? Nee. Tony of Tony? Tony Kruik. Tony Kruik. Ja, Sandra Kruik. Tony Kruik. Gaan we dadelijk lunchen? Is goed. Nee, jij eerst. Nee, niet doen. Nee, jij eerst. Nee, doe dan. We worden net... Hij flitst op een hele lichtshow achter ons. De popo's, jongen. Hij weet dat hij altijd politie rijdt. Maar ja. Kun je van voren af aan beginnen. Nou, gelukkig blijven ze allemaal nog. Maar ze betaalden wel de prijs. Onderwijl de mannen teleurgesteld naar de kermis rijden, zijn Patricia en Rosella samen met Rudy's nog steeds een jurk aan het uitzoeken. Corrie wil er eigen natuurlijk overal tegenaan bemoeien. En ze komt ook even kijken. Dat is hem. Dat is hem ook niet. En dan bij school als jaren telkens rond is. Oh. Oh, we zijn er blij mee. Ja, oh, school. Ja, hé. Hey, wordt dit hem? Ik denk dat hij ja. Oh. Jawel. Ik weet niet of Tony daar wel aan kan. Welk? Oh, nee, niks. Nee, ja, och, kijk, ja, deze. Ja. Hey, dat is leuk. Ja, Patrice, moeten we eronder doen? Ja, dat is leuk. Dat kun je er vrij leuk. Al zonder iets. Er hoeft geen jurk over. Dat is ook leuk voor Tony. Dat... Ik weet niet, hoor. Maar ik vind Corrie zo'n raar werf. En ook allemaal die dingen die ze zegt, slaat helemaal nergens op. Nou, Corrie, daar gewoon bekend mis. Na de bruidsjurken perikelen heeft Corrie er eigen aangesloten bij de familie op de kermis. Nee, maar overal is het terug. Ja, we hebben geluk dat we hier konden zitten. Ja. Jij wilt er altijd als eerste bij zijn, Sjander, weet je? Ja, maar anders hebben we geen plek. En nou bij de plek en dan nou zijn er geen mensen. Ja, nou, maar dat geeft dan niks. Het is beter dan dat ja, je niks kunt fijnen. Ach, daar komen we aan, hè? Oh, jee. Hey, Tony. Hoe is het gegaan? Ja, eigenlijk niet zo goed. Waarom zou je niet gewoon die Tony? We hadden echt keiveel geld, G. En toen kwamen ineens die fucking Wouter uit het niets. En toen, papie is opgepakt door die Wouter. Wat is dat? Ja. Hey. Hoezo, Wouter? Is papie opgepakt? Nou, ik word er onderaan kotsmisselijk van. Ja, ik kijk er niet meer van op. Kut Mitch met zijn kut ADHD.
Al daar heel dom en lelijk, denk. En jullie dan? Ja, ik heb wel horloges weten van het gokken, die heb ik verkocht. Dat was 35,95. En wij ja. ook op de rommelmarkt. Dus ja. En 50 euro of zo, iets meer, 100. Dus oké. Ja, nou, dat is dan... Waarmee we het nog hadden. Ja, we hebben ja. elkaar opgeteld toen we zijn dat. Oké, dan moet ik even... Doe ik wel mijn telefoon dan, hè? Ja, dat is een beetje moeilijk, hè? Dat zou ik zo niet uit mijn hoofd lukken. 3027,75 euro. Oh. Ja, dat is ook niet zo. Die kerel begon ineens te praten. Wat is aan de hand met hem? Echt, ineens 3,29 uit het niks. Stilte, 3,29. Die jongen begint te praten. Dat kan ons Jeff wel, ja. Rekenen. Ja, dat is nu veel, Tony. Dat is niet genoeg. Hé, Tony, kijk dan. Benefiet. Is dat niet iets? Dat kan ook, hè. Benefiet. Hé, dan kunnen we John McCrae laten zingen. Hey, John McCrae, ja. John McCrae, die gaat voor mij zingen op de Benefiet. Dat ik daar niet meer aan gedacht heb. Die kan school zingen, jongen. Luister dan. Ben een fijne vent. Kom op, aan de bak. We gaan naar het gasthuis, dan gaan we even kijken of er nog plek is. Wat gaan jullie doen? Wij gaan naar de kermis, allee. Kom nou. Ja, wij gaan op de kermis ontvangen, dat doen we elk jaar. Dat wou ik ook sjouwen voor jou. Hé, ik heb daar geld nodig. Ja, daar. Kom, niet mouwen, maar sjouwen. Het is zoek, bruiloft, kijk het trouwen. Nou, koekert. Ja, daar. Je moet toch altijd met die gast. Het is altijd hetzelfde. Hé, hey, papi. Zijn jij klaar of wat? Hey, wij gaan nu naar het gasthuis, dan zie ik u daar. Hey, houdoe. Hey Ronnie. Hey, hoe is het nou? Zoals de Engelsen zeggen, jongen, I mean a mopper. Wat zei je er nou? Ik zeg dat ik niet mag mopperen. Oh, doe dat ook niet. Dat doe ik toch niet? Hmm. Maar elke keer als ik jou zie, dan kost me geld. Of geeft iets nodig. Ja, ik zit weer met een probleem. Ja, vertel eens iets nieuws. Ik ga trouwen. Ga je liever zeker? Ja, deze zondag al. Gefeliciteerd, met er tijd bij, jongen. He? Ja. En daar heb je nog geld voor nodig. Vertel eens iets nieuws. Ik kan een idee om hier een benefietconcert te organiseren. Hier, in jouw kroegje. Daar ben ik er altijd blij dat je aan mij denkt. Ja, zeker. He? Maar jou wel, man. Eish. Jou wel. Hey. Is dat een fijne man? Ja. Hey Gappie, kan ik je ook pissen? Die kant op, volg de vlieger. Heb je niet ook een zak chips voor mij? Moet dat grove fan zijn? Fan? Eus. Smakelijk. Ja. Maar gaat het een artiest geregeld of niet? John McCrae. Komt zingen. John McCrae? Ja? Ja. John McCrae. Oh, dat klinkt aan hetzelfde. En kan hij dan daar ergens kan hij daar zingen? Ja, of in het zaaltje net? Ja, er ligt hem al er hangen. En we hebben een mengtafeltje staan. Er zit een kwartslimit erop. Het onderhandelen lijkt soepel te verlopen. Tony heeft de cafébaas met gemak overgehaald. Maar Mitchell zal Mitchell niet zijn als hij niet voor de nodige ophef zal zorgen. Maan of 100 man? Ken dat? 200? Niet meer? Ik kan daar echt hele goede grammetjes verkopen, G. Echt voor die benefiet. Wat ben je dan? Je wereld, wat echt goede vissen! Grammetjes, benefiet, shit. Ja, jongen, ik kan alles voor je regelen. Hey, luister eens goed, mooitje. Bakkers, Mitch. Godverdomme, dat gaat niet gebeuren. Bakkers, hey, George en Jimmy hier eruit. En ik ga godverdomme heel veel flikken. Rond. Ik wist het gewoon. Luister maar niet naar die koeken. Nee, ik luister niet naar die koeken. Zit ook op jouw visje. Hey, ik laat hier straks zitten we godverdomme allemaal op de wouterkik. Gewoon vertrouwen. Luister dan maar naar mij. Ja. Dus komt er niet in. Ik schup hem onder een flikker, jongen. Echt waar. Wat moet jij doen dan? Ja. Ik hou in de gaten. Je bent een maat, toch? Ja, ik ben een maat. Voor chips. Oké. Want op maar even. Ben je niet gelukkig? De komende tijd is de familie druk in de weer met het regelen van het benefietconcert. Dan aan de zon en zing dit lied. Ja, super dan. En jij trekt wel leuks aan, hè? Oké, ja. Houdoe. Nee, niet van negentjes. Van negen. Ja. Oh, laat
even. Zal ik jou eens even helpen? Het moment is door. Het benefietconcert voor Tony's bruiloft kan bekend beginnen. Vissa! Maar Tony, waar blijven uw gasten? Zullen zien dat er straks niemand komt. Ja, je weet natuurlijk nooit of er mensen op afkomen, hè? Ja, sommigen die zeggen wel dat ze komen, maar of ze dan ook nog komen, dan moeten we nog maar afwachten. Nou, vrouwen, een beetje vertrouwen, want kijk toch, de eerste gasten. Una noche de amor wil ik zo graag met jou delen. Romantiek avontuur is wat ik jou wil geven. Hey. Hey, schatje. Waar ben je? Waar dan? Oh, gezellig. Dan kom ik straks naar mijn werk even langs. Oké. Dus gaat. Naar mijn werk. Die nijdt me straks tussenuit. En wie zit er dan mee de gebakken bananen? Ja, daar gaat hij straks gezeik mee krijgen, hè? Als Patrice straks voor de deur staat. Dus ik zei nog, doe rustig aan. Als dat maar goed komt. Maar eerst moet Tony zijn eigen druk maken over iets anders. Want die zanger leek een goed idee. Maar waar is hij nou? Vreugd. Ja, ik ben hem. Ook kan stikken goed, maar ja, dan moet hij wel komen. Speciaal voor spoedig. Hij neemt niet op. Wat kan je? Ik ben nog een keer. Straks moet je mensen topmaken met een blij bus. Ja, zul je straks zien. Hebben we wel gasten, is er geen zanger. Die komen altijd te laat, toch? Ik weet zeker dat hij nog wel komt. Je kunt die mensen niet gezond niet laten staan. Corries, ga toch streetdance knap. Kun je niet extra dansen? Ik ga wel dansen. Ik kan het helemaal niet. Dan moet je geen drukken. Zet die shit gewoon op de vloer. Doe gewoon. Dat gaat toch niet? Dat gaat niet in mijn eentje. Papi, jij zet toch een MC geweest. Kun jij niet ekkes? Nee. Ja, grapje. Ga maar. Zo feestje, toch? Ja, je moet wel iets doen, hè? Ja, misschien even die mensen bezig houden. Is toch verschut hier, man? Ja, ik moet wel iets doen. Nou, Tony. Komt na toch echt op jou aan om de avond te redden. Hé. Succes! Allee, meester! Ik wou wel zeggen. Ja. Er is zeg maar een dingetje. Nou, Johnny! Wat ik wou zeggen. Ja. Is zeg maar een ding. Zeg maar. Wat ik wou zeggen. Is dat ik. Dat ik binnenkort geen vrijgezellen ben! Dat ging me net goed. Ik zat ook niet Geer op dat podium. Ik heb zeg maar... Hoe heet dat? Podiumkoorts. Nou, gelukkig voor Tony hebben we niet allemaal podiumkoorts. Toen ik jou de eerste keer zag, wist ik het al. Een vreemd gevoel in mijn buik en vlinders al. Waarop jij danste met hem. Oh, had ik het lef maar, dan stal ik jou van hem. Laten we dansen, kom laten we dansen. Kom laten we dansen, heel de nacht. Laten we dansen. Uiteindelijk was het benefietconcert toch een groot succes. Als alle gasten het pand uit zijn, borrelt de rest van de familie nog even nog. Oh, ik zit er nu van. Zo. Was wel een tof visje. Dat was een tof visje. Dat was een goed idee. Ja, hij is best veel opgehaald. Heb je genoeg bij elkaar gehad, jongen? Ja, denk wel. En al geteld? Ik ga mij al stellen. Heb je genoeg, denk je? Ja, denk wel. Denk je wel. Weet het zeker of weet het niet? Is dat klaar? Oh, hey, we hebben jou gemist.
hebben keihard geld verdiend. Leuk vis, kom aan, een benefiet. Benefiet? Wat voor benefiet? Voor negentjes. Ja, in Afrika. Ja. Ja, 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 die niks. Ja. In Afrika. Zwarte fietsen te hebben. Honger is op. Ja. En diarree. Ja, die niks. De kaka hut toch. Ja, helemaal. Veel, hè? Echt veel geld. Ik denk echt dat hij iets in zijn schild voert. Hij is ook alleen maar bij zijn maten. Klopt allemaal niet. Dan ook nog dat benefietconcert van hem. Ja, ik ga er wel achter komen. En wanneer gaan wij weer eens van Luxen? Ja, ik wilde Tony eigenlijk even meenemen zo. Ja, die. Ja, wat doen? Je weet toch vissen? Ja, we hangen met de boys, toch? Ik kan wel vissen. Ga je nou met mij trouwen of met hun? Ik Je bent nooit meer bij mij, hè? Patrice, we gaan wel even een rondje kermis doen. Dat wou ik zeggen. De man op stap. Hey, niet zeiken, jongens. Kom. Laat de grappie. Dag, Tony. De jongen zit aardig onder de duim, dat kan ik je wel zeggen. Dingen voorbereiden voor de bruiloft. Ja. Maar ja, wat dan? Een soort van verrassing of wat? Ja, ja, een verrassing. Een verrassing van mij. Ja. Ik weet wel iets. Wat ik echt al heel lang wil. Dat zou ik echt heel gelukkig van worden. Misschien wel. Ik ga het daar graaien. Een chihuahua. Een echte chihuahua? Ja. Geen speelgoedje, geen... Echt. Oh, schatje. Echt wel. Ja. Oh, ik ben zo blij met jou heen. Ja. Oh, dat weet ik toch. Zo, Tony. Een chihuahua. Ook nog. Eerst vanavond maar eens lekker ontspannen met de mannen. Papi heeft wij schons geregeld om de avond in te leiden. Wees maar. Ja, ik moet nog een chihuahua regelen. Nee, grapje, we hebben een meisselijke verrassing voor jou. Mijn papi heeft alles verrassing, gereden. Ik moet een chihuahua regelen voor Patrice. Wat laat u? Vanavond, luister met de boys hier. Luister met de boys. Kom op, go, go, go. Eus. Kijk dan. Wow! Je grappies! Whisky! Hey! Yo, yo, yo! Proost! 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 Stress vroeger! Oké, ik wil even wat zeggen. Ik wilde namelijk. Ik wilde wat zeggen. Iets dat ik voorbereid heb voor vanavond. Yo, daar staan we dan, G. Op de grootste kermis van de wereld. Jullie weten dit misschien niet, maar ik zie mezelf een beetje als een loner. Ik zag mezelf als een eenmansgang. Maar toen ik met papi ging hangen, wist ik dat hij een van mijn matties was. En mijn gang groeide met één gangster. En toen met z'n tweeën, we waren toen met z'n tweeën. Ik was dus eerst alleen in de gang en toen kwam papi er later bij. En toen 5 dagen later papi me voorstelde aan Toon en Jeff, dacht ik, wacht eens even, zou het kunnen? En nu weet ik het zeker, ik heb nog 2 gangsters toegevoegd aan mijn gang. Eus. 4 gangsters rennen samen over de ghetto van Tilburg, op zoek naar bitches en sosa. Dus vanavond zet ik die toast. Hey! Hier, we gaan niet lopen snijden, geef dat mes hier. En bedankt, hè.
Kom maar, jongen. Mafkees. Oké. Jongens, op een avond die we nooit gaan vergeten. De volgende keer weer kijken, hè? De familie Kruik. Flying high.